iedereen en welkom bij weer een nieuw MUVO-filmpje. Vandaag gaan we werken rond tableau vivant. Sommigen onder jullie zullen het wel kennen en voor degenen die het nog niet kennen of al een beetje vergeten zijn wat het juist is, ga ik het even uitleggen. Een tableau vivant is letterlijk vertaald uit het Frans een levend schilderij. Wat gaan we dus vandaag doen? Wij gaan een schilderij namaken. Ik ga aan de hand van een voorbeeldje uitleggen wat een tableau vivant juist is en wat er belangrijk is als je een tableau vivant zelf wil maken. Je ziet hier een schilderij en rechts ervan zie je het tableau vivant dat ervan gemaakt is door een jongetje. Wat heeft het jongetje nu gedaan? 1. Hij heeft attributen gezocht. Hij heeft het schilderij eerst goed bekeken. Hij bekijkt het schilderij zeer goed. En je bepaalt voor jezelf wat er belangrijk is in een schilderij. Wat is er hier belangrijk? Dat de meneer een zwarte mantel of zoiets aan heeft en dat hij iets rood op zijn hoofd heeft. Ga jij bij jou thuis op zoek naar iets rood om op je hoofd te zetten en eventueel iets zwart om aan te doen? Moet je dat gaan kopen? Zeker niet. Het is de bedoeling, en dat is juist het leuke aan tableau vivant, dat je met dingen die je in huis vindt, zelf een schilderij probeert na te doen. En dat kan tot heel leuke en grappige resultaten leiden. En dat is de bedoeling van tableau vivant. Wat is er dus nog belangrijk? Dat is de mimiek. Mimiek, wat is dat nu juist? Mimiek is de pose die je aanneemt met je gezicht. Je ziet de man in het schilderij, links, die kijkt heel serieus. En het jongetje, rechts, die het schilderij dus nadoet, die kijkt ook heel serieus. En dat is ook heel belangrijk, dat je dus de mimiek of het gezicht heel goed nadoet. We zullen nog eventjes kijken naar een aantal voorbeelden. Hier zie je dus een meisje dat dit schilderij heeft nagedaan. De bloemen op haar hoofd die zijn helemaal niet exact hetzelfde, maar je ziet het schilderij er wel in. En dat is heel belangrijk bij een tableau vivant, dat je het schilderij herkent. Haar mimiek, dus haar gezicht, daar probeert ze ook het gezicht van de vrouw in het schilderij na te doen. En hier zie je een tableau vivant met twee personen. Want een tableau vivant, dat bestaat niet alleen uit één persoon. Wil jij dat alleen doen, dan mag jij straks een schilderij kiezen waar iemand alleen op staat. Maar je kan dit ook zeker met twee of met meerdere gezinsleden doen. Dan zie je ook de gezichtsuitdrukkingen die overgenomen zijn van het schilderij. Hier zie je ook een tableau vivant. De kinderen kijken ook op dezelfde manier als dat de kinderen in het schilderij kijken. Straks ga ik een aantal schilderijen laten afspelen in het filmpje. Jullie mogen eerst de schilderijen allemaal bekijken en dan mogen jullie het filmpje op pauze zetten of terugspoelen bij het schilderij dat jullie het leukst vinden en dat jullie willen nadoen. Er zullen schilderijen zijn waar één persoon op staat, maar er zullen ook schilderijen zijn met meerdere personen. Wil jij dat met jouw gezin doen, zo'n schilderij nadoen, dan mag dat zeker en dan kan je zo'n schilderij kiezen. Wil je het alleen doen, dan kan je een schilderij kiezen waar maar één persoon op staat. Wat je nodig hebt, dat hangt af van het schilderij dat je kiest. Het kan zijn dat je een aantal gezinsleden nodig hebt, maar het kan zijn dat je iets nodig hebt om aan te doen of om op je hoofd te zetten of om jouw gezicht te bedekken. Dat kan allemaal. Alles hangt af van het schilderij. Dus het is belangrijk dat je eerst een schilderij kiest. Dat heb je nodig. En dan heb je ook de attributen nodig die belangrijk zijn in het schilderij. En die attributen, die moet je gewoon thuis hebben liggen. Wees creatief.
Zoals het meisje met de parel, zo leef ik in jouw schat.